De inside van Rijst is dit jaar niet op tijd gestart, van start gegaan en zal problemen met zich meebrengen, zei landbouwminister Pralhat Seodin eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt met de rijstboeren te hebben gesproken over de aanpak van het probleem. De meeste boeren hebben al gezaaid. Ik heb een vergadering gehad met platform, Rijst daar. En dit seizoen hebben we sowieso meer ingezaaid dan vorig seizoen. Vorig seizoen was 37.000 hectare. Als we nu alle staten zo optellen, dan hebben we de 30.000 hectare gehaald, wat inzaai betreft. Maar je ziet inderdaad ook problemen met... een inzaai betekent dat je last gaat hebben van die bibietvlieg. Ik heb aanplanten gezien. Die waren aangetast door die vlieg zelf. Maar boeren hebben maatregelen getroffen. Je moet erin droog leggen. En nodige besmuitingen doen. Dan herstelt het zich. Seldin geeft verder aan ook aanplanten te hebben gezien die aan het herstellen waren. Besloten is om de boeren te vergoeden die last ondervinden. Morgen gaan we beginnen. Om de eerste zakken. Nu, geen urea, maar NPK-kunstmest. Aan de kleine boeren te verstrekken en om zo voor enige compensatie zorg te dragen. En die NPK, dat is gekocht door het ministerie? Het komt van het ministerie. Dus vanuit het ministerie gaat het. Het ministerie is bezig zich voor te bereiden op een beurs voor agrocultuur en er staat de verruiming van exportgewassen andermaal op de agenda.